Amy, hoe groot was de ontlading na de halve finale? Ja, groot, hè. Het was natuurlijk wel een dubbele, want mijn vriendje Luca is afgevallen, Remy ook. Maar ja, het was ook wel superleuk dat ik, dat ik zelf natuurlijk wel door ben. Dat is wel goed. De opdracht is nu eigenlijk eenvoudig, hè? Gewoon 3 Nederlandse meiden kloppen. Ja, simpel, hè. ja, we gaan het zien. Denk je dat het in jouw voordeel speelt dat het alleen maar Nederlandse concurrenten zijn? Nee, ik denk niet echt dat dat in mijn voordeel of nadeel gaat spelen. Al zou ik wel alle Vlamingen oproepen om op mij te stemmen. nee, maar mensen moeten eigenlijk gewoon stemmen op wie dat zij het leukst vinden, op wie dat zij het beste vinden passen bij K3, ongeacht de nationaliteit. Dus voilà. Maar moet er eigenlijk nog wel gestemd worden? Hè? Want jij hebt jouw contract al, jouw werk opgezegd. Er doen geruchten eronder dat jij jouw contract al hebt getekend. En Gert Verhulst is gewoon een mega grote fan van jou. Die komt daar openlijk voor uit op de nationale televisie. Moeten we nog stemmen? Ja, blijkbaar. Het is echt nog altijd van heel groot belang dat er massaal gestemd wordt op de persoon dat de mensen willen. Er is geen contract ondertekend. Ik heb gewoon ontslag genomen op mijn werk, omdat het niet meer combineerbaar was met heel dit avontuur. En ook ongeacht de uitkomst van de wedstrijd, is dat wereldje niks niet meer voor mij. Vond ik dat te saai geworden. Ja, je proeft hier van zo'n leuke, avontuurlijke wereld. En daar wil ik dan toch deel van uitmaken, op de een of andere manier. Ja. Stel dat jij zaterdag niet wint, wat ga je dan vanaf zondag doen? Want jij hebt geen job meer. Ik ga sowieso een dikke week in een hoekje huilen. Doffies, dat staat vast. En daarna zien we het wel. Ik ben nogal redelijk gerust in het lot, heb ik zoiets van. Ik ben altijd al op mijn pootjes terechtgekomen. Dus dat zal nu ook vast en zeker wel gebeuren. We zien het wel. Dat zijn zorgen voor later. Ja, besef jij eigenlijk, stel dat je wint, wat er na zaterdag allemaal in jouw leven gaat veranderen? Ja, alles, hè. Alles. Dat gaat grandioos veranderen. Maar ik heb daar wel heel veel zin in. En ja, ik kijk daar echt wel naar uit en ik heb dat er allemaal voor over. Ik wil dit heel graag en ik zie dat allemaal echt zitten. Ja, anders zou ik hier ook niet meer staan. Dus, Ken je de tekst van de nieuwe single al van buiten? Welke nieuwe single? Die je zondagmorgen waarschijnlijk gaat moeten inzingen of zondagnamiddag? Dan kan ik niks van zeggen. Maar ik vraag gewoon of je hem kent, ja of nee? Ja, maar dat is ervan uitgaan dat er een nieuwe single is. Er komt altijd een single uit. Ja. Maar ja, als je niet antwoordt en je doet zo mysterieus, dan is het een ja. Dus zo slim zijn de journalisten natuurlijk ook wel. Hè? Stel dat je wint zaterdag. Ja, een week later sta je al in dat mega grote sportpaleis. Ben je daar klaar voor? Ja, ik zie dat echt wel zitten. Dat gaat natuurlijk wel... Wow, dat is ineens heel heftig. Maar ik heb er wel 2 langs mij staan dan die dat al ik weet niet hoe vaak hebben gedaan. Dus komt vast goed. Maar er gaat in het sportpaleis wel iemand aanwezig zijn die echt alles van jou weet. Jij? Sinterklaas. Ja. Wat staat er in de boek dat we nog niet weten? Maar dan weet hij dat ik echt al heel lang heel braaf ben. Niet altijd zo geweest, maar... Ah, vertel. Vroeger kon ik wel eens opstandig zijn tegen mijn ouders. Maar kijk, het is allemaal goed gekomen. Een van de moeilijkere vragen nu. Wie was volgens jou het meest eerlijke jurylid en waarom? Ik ben niet zo'n girly meisje. Eens denken. Moeilijke keuze precies. Ja, omdat ik eigenlijk vind dat ze vrijwel allemaal... altijd goede commentaar hebben gegeven. Soms was Gordon misschien... Niet zo super, maar alle anderen vind ik eigenlijk wel goede commentaar. Ik heb wel een bondje voor Samantha. Allee, Samantha. Ik zeg altijd Samantha, omdat ik dat zo cool klinken vind. Maar misschien zij of Gert, ja. Ingeborg ook, ja. Natalia ook, iedereen eigenlijk. Buiten de Gordon. Oh, Gordon dus niet. Gordon iets minder. Allee, pas op, hij heeft een heel uitgesproken mening en hij heeft recht op zijn mening te uiten natuurlijk. Hè. Dus ik was het daar gewoon misschien niet altijd even eens mee. Heeft hij jou gekwetst?
Nee. Nee, ça va. Ik ben niet zo snel te kraken. Dus, ça va. Stel dat Gert Verhulst jou zo meteen op zijn kantoor roept en zegt van, ja, Amy, allemaal goed en wel, maar het wordt toch niks voor jou. Ik geef jou gewoon 250.000 euro en je bent zaterdag zogezegd ziek. Ga je het doen? Nee. Nee, ik waag mijn kans. Ja, zeker en vast. Ja, nee, met 250.000. Nee, ik ben niet om te kopen. Ik wil dit worden, ongeacht het geld, ja. Ook niet met zijn 10 miljoen? Nee, ik wil dit. Ik wil een job. Ik wil niet het geld. Dus nee, ja. Heb jij een bepaald ritueel dat je zaterdag zeker gaat doen? Heb ik een ritueel? Niet echt eigenlijk. Ik heb niet echt een ritueel. Oh, dat is eigenlijk vrij saai. Nee. Klaasje heeft het 6 jaar volgehouden bij K3. Hoe lang ga jij blijven, mocht je winnen? Wel, ik zeg altijd dat ik het record zou willen breken. Dus ik zou echt de langst zijn K3 willen zijn. Ja, dat is het doel. Dat is wel eventjes, hè? Dat is eventjes, maar ja, dat is oké. Een leven duurt ook lang, hè. Daarna kan ik nog lang genoeg genieten. Dus voilà. Dan moet ik erna niet nog gaan werken. Dan heb ik het gehad. Laatste vraag. Wie is er nu het liefst voor jullie geweest? De Belgische pers of de Nederlandse pers? De Belgische. Allee, ja. Eigenlijk kan ik daar niet op antwoorden, want ik weet het eigenlijk niet. Ik ben niet zo op de hoogte van de Nederlandse pers. Dus eigenlijk mag ik daar niet echt op antwoorden. Maar alleszins, de Belgische pers is heel lief geweest. Ja. Bedoel je dan dat je eigenlijk in Nederland geen aandacht gekregen hebt? Dat weet ik niet. Ik ben er zo niet mee. Ja, ik ben er zo niet van op de hoogte, maar ik heb het ook niet echt opgezocht. Omdat, ja, elke week je gaat verder. En oké, je zet de ronde door, maar je begint ook direct voor de volgende show. Dus ik heb er zo niet echt, ben er zo niet echt mee bezig geweest, eigenlijk, met de publiciteit en met de pers. Ja, nee.